Omdat het eerste 3D geprinte gebouw is van heel Europa. Iedereen in het dorp is er trots op. Een 3D geprint gebouw. Daar zijn er nog niet veel van. En zo moet de futuristische vergaderruimte eruit gaan zien. Stel je voor dat je een ronde wand neemt. En die ronde wand is opgebouwd uit allemaal laagjes. Maar dan heel precies door een printer op elkaar gelegd. En dat vormt hele mooie organische vormen. En die organische vormen zorgen ervoor dat die beleving aan de binnenkant straks fantastisch mooi wordt. In een uur heeft de printer een muurtje staan. In elke vorm die je maar wilt. Dat maakt het heel erg leuk. Dus je hebt in één keer vormvrijheid. Ja, je enige belemmering is zwaartekracht. Want je kunt ze natuurlijk niet zo schrijven dat het in elkaar zakt. Maar daar ergens tussenin kun je eigenlijk zo goed als alles gaan doen. En wat hiervoor gewoon veel te duur was. Arbeidsintensief en wat echt niet lukt. Een revolutie in de bouw dus. Door parametrisch bouwen. Alleen zien de kinderen nog wel het nadeeltje. Ik vind het heel leuk dat het hier komt en ook dat mijn vader en moeder dat hebben bedacht. Alleen zelf ga ik er geen gebruik van maken, want ik ben te jong om te vergaderen. In april moet de vergaderruimte klaar zijn. Volledig gebouwd door een 3D-printer.